have taken objective butter. Ik ben al live hoor. We have taken objective apples. Je kan die gebruiken die ik ook heb nu, die speedlink in de vensterbank. Kan je dat niet instellen in de... Ja, hij kan het geluid niet splitten naar de Elgato. Oh. Ik wil zeg maar alleen een microfoontje in de controller besteden. Ja, dat weet ik niet meer. Zeg je? Ik ben echt net 1 minuut begonnen. Maar de game is echt awesome, man. Zo vet. Het draait echt als een zonnetje ook. Fuck. Ah, fuckers. Fuckers, fuckers, fuckers. Hold to skip. Light tank zou relaxed zijn, maar die is er niet. Vliegtuig ook niet, een paardje ook niet. Je kan in het bootje. Het bootje is wel echt snel. En je ziet helemaal niks. Of vrij weinig. Ik wist niet dat boten zo snel gingen in de Eerste Wereldoorlog. Zo rap. Oh shit, oh shit. Ah, fuckers. Ik ben er niet. Ik ben er wel. Oké, skip it. Moet me zijn Battlefield skills laten zien. Yo! Hey, hey. Ik ben alive, ja. Snel kijken. Oh, paardje? Nee, wil ik niet. Oké, ik ga gewoon lopen. Ik ga gewoon rennen. Vliegen en doen.
Dat is zeker een heerlijke game, Flamboyant. De hele middag zoekt mij. Ik denk dat ik hier het komende half jaar wel zoekt mee ga zijn. Hey, what up, Lucas? Hey, waar haal je ineens die PlayStation vandaan, man? Maar is dat een debug of niet? Dat is een debug. Ja, we hebben maar twee PlayStations hier. Dus we hebben een beetje een probleem. Ja, puur is aan het livestreamen. Ik ben nu aan het livestreamen. Nee, maar als we klaar zijn, kunnen we wel even. Martin, ja. Van degene die in de kast staat, is die unit. Kunnen deze niet gebruiken? Gaan sluiten. Wat is dat dan? Dat is ook een debug, man. Zit een hoekje achterop, toch? Oh ja. We have taken objective Charlie. Ja, maar misschien werkt het wel. Je kan het even proberen. Ik denk dat je hem gewoon moet updaten. Misschien werkt het wel. We have lost objective Butter. Alles mis. We have taken objective George. Snipers, overal snipers. Ah! Oh, verkeerde. Oh, mijn dingetje zweeft. Nee, ik wil die. Ik ben nu aan het spelen met de medic. Speelde ik ook altijd in de beta. Die vind ik wel een lekkere klasse, want ik vind zijn wapens wel chill. Straks komt Cheert ook nog online. Die gaat ook livestreamen op de PU. En dan gaan we samen in een party. En dan gaan we eens even huishouden. Dus dat wordt sowieso leuk. Ah, fucking snipers. Ik ga er zo hard aan, denk ik. Ik ben vanmiddag begonnen met Battlefield 1. Dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Ik heb deze map ook een keertje gespeeld. Wauw, what the fuck was dat? Oh, dat was een paard, meneer. Ik heb deze voor het eerst gespeeld. Wat me wel opviel, speelde in de beta speelde ik vooral heel veel met de light tank. En die was best wel overpowered. Want je kon 6 keer schieten. Herladen best wel snel. En je kon natuurlijk zelf repairen. Nu kan je er nog maar 4 keer mee knallen. En hij herlaat een stuk langzamer. Dus dat hebben ze gelukkig bijgesteld. Maar jammer voor mij, want ik speelde heel veel met de light tank. Tanks zijn nog best wel krachtig. Maar er valt nu ook wat meer tegen te doen, want je hebt wat meer anti-tank wapens dan in de beta aanwezig waren. Plaats in de party. Ik weet niet of Cheert het fijn vindt om zijn eigen gamertag vrij te geven. Ik vind het geen probleem, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat vervelend vinden. Maar je kan het proberen. Ik zit in, mijn naam is mus-gk, dus je ziet het ook staan hier trouwens, dus voeg die gewoon toe. Ah, en dat is Cheert. Hallo Cheert, hoor je mij? Wojo! Ik weet niet of hij mij hoort. Even kijken, ik wil niet een bootje, ik vind een kut. Overal wordt er aangeschoten. Het is een beetje moeilijk om te zien. Oh. Nog één. Ah, nice. Oké. Okay. Dat was vet. Dat vind ik het leuk van Battlefield. Die maps zijn zo lekker groot. Maar de afwisseling tussen close combat en combat van 6 kilometer afstand hebben ze heel goed gedaan. Hier vindt een goede battle vindt plaats. Wow, en overal die explosies en kogels die hier om de oren vliegen. Ah, ik ga er weer aan. Holy shit. Ik moet nog wel even wennen. Het is echt compleet chaos, maar het is wel heel vet. Ik zie me dit wel de komende tijd spelen. Even kijken. Nou, gaan we daar maar weer naast de actie. Ik denk niet dat ik het heel lang overleef. Ik zit er echt middenin weer.
Waar zijn ze? Ze komen echt van alle kanten in. Oh, we hebben een dreadnought, terwijl een bootje, omdat we achterlopen. Een beetje aan het maaien, ik mis echt alles. Waaah. Fuck man. Waar schieten ze mee? Wat is het, mortars ofzo? Ja, ah, die mortars zijn fucking irritant. Die wil ik zelf ook wel hebben, die mortars. Even kijken. Ah, daar is de dreadnought. Ik ga even in de dreadnought. Wop, dikke gun. Nou, gaat die kant maar op. Wow. Nou, ga er maar naartoe. Even huis houden. Yo, Mark in 5-4-1. Even het huis houden in Battlefield 1. Ik zit nu in de Dreadnought. De boot die je krijgt in deze map als je dus achterloopt, als je dus de loser bent. Ik heb het idee dat dit meer een anti-aircraft gun is dan ik op mannetjes kan schieten. Maar we gaan het gewoon doen. Even dat kasteel daar onder vuur nemen. Ook zo'n zin in Battlefield 1. Ja, hij komt natuurlijk vrijdag officieel uit. Je kan hem nu al spelen. Als je volgens mij was met een pre-order actie, kon je hem al gaan spelen. En ik ben vanmiddag begonnen, dus dit zijn echt mijn eerste stapjes. Ik ben ook pas rank 2 of rank 3. Ik moet nog even levelen. Maar vooralsnog loopt hij goed. De game loopt soepel. Ik heb nog geen problemen gehad met connecties en dat soort dingen. Dus de servers zitten toch allemaal redelijk vol. Het is gewoon vet. Ik heb een heel klein stukje singleplayer gespeeld. Maar ja, Battlefield speel ik echt voor de multiplayer. Dus dat is wat ik nu ook aan het doen ben. Maar ik wil heel graag even op mannetjes knallen. Show me some mannetjes. Ah, daar is. Oh. Ja, het kan zijn dat ik ze al eerder verkopen. Er is morgen een grote nachtopening bij de Mediamarkt in Almere. Of Almere Arena, sorry. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat winkels hem al stiekem verkopen. Dat gebeurt wel vaak met games. Nee, die is niet PlayStation compatible. De boot gaat eraan. Ik zie echt helemaal niemand. Terwijl ik wel word beschoten. Ik ga eruit. Ik ben klaar met deze boot. Oké, was ik nou dood of niet? Kan ik in het vliegtuig? Jazeker, ik kan in het vliegtuig. Nou. Kom maar door. Hoppa. Dat is onze dreadnought boot. Dat is een flinke jetse trouwens. Dat is wel vet. Nou, daar een tankje. Waar is het andere vliegtuig? Hoppa. Ah, daar. We worden beschoten. Fuck die shit. We are losing objective Freddy. Waar is mijn crosshair?
Ik mis mijn crosshair. Zo kan ik toch niet lekker knallen, man. Zonder crosshair. Misschien even eruit en erin. Hallo Quantum Blood, ik weet niet wie je bent. Oh. Sniper op de berg, sniper. Ja, ik zag hem, maar ik heb geen crosshair. Ik kan hem niet echt raken. Dus ik ga eruit. Kijk hem gaan met zijn paardje. Het klopt, als ik hem raak, jongen. Horse wounded. Paard geraakt, dat is iets. Schiet niet op. Het ziet er ook vet uit hoor, deze game. Ik vind echt dat hij goed loopt. Ik ben er blij mee. En hij gaat eraan. Hoppa. Oeh, één held nog. Snel, een zevend pakketje. Meer hits, ja, maar het is nog niet dol. Wow. Oké. Nou, ik zal je vanavond even, of straks even toevoegen, flamboyant. Als dit potje voorbij is. Even die punten pakken. Oh, sniper, daar. Sta je natuurlijk niet heel makkelijk. Oh, ik raak hem wel. Daar was ik al bang voor. Hoppa. Oh, thanks. Thanks, ouwe. Dat is aardig. Hoi. Gezelligheid. Dat iedereen binnenkomt druppelen. Op naar A. Ik ga er zo hard aan. What the fuck? Stond hij hoor, met zijn vlammenwerper. Hot skip, want hier is toch niemand in de buurt. Ik kan met de boot. Ik heb geen zin om met de boot te gaan. De boot is een beetje kut. De boot is niet leuk. We have taken objective Charlie. Er komt iets aan. Ik weet niet wat het is. Het is een tank ding. Nee! Achter me. Waar? Waar? Ah joh, helemaal daar. Fucking snipers. Dankjewel, eerste veetgroente. Er wordt hard aan gewerkt door heel veel mensen, dus vinden ze het leuk om te horen. Kijken. Oh, ik ga even een artikeltje online zetten. Dat doe ik gewoon allemaal even ondertussen. De Halo Wars Multiplayer Heads-on Preview. Wat zie je? Nee, niet als nieuws. We have lost objective butter. Zo. Ik wil heel graag een light tank. Light tank is echt mijn favoriet. Kan ik nog naar E snel?
Kijken of hier nog wat te redden valt. Ik denk het niet. Genadeloos meteen neergeschoten. Ik heb een squadmaatje bij me. We gaan eraan, we gaan eraan. En hij is eraan. Ah! Ik wilde mijn maatje redden, maar dat was niet zo slim. Hoe spelen de desert maps? Heb redelijk wat over elkaar, omdat ze nergens koffer hebben. Ja, dat hoort bij desert maps, hè. Daar heb je weinig koffer, maar er zitten ook kleine stadjes, dorpjes in die desert maps. En er ligt genoeg troep overal, dus... Je kan aardig wat koffer zoeken, maar dat hoort een beetje bij desert maps. Dat je weinig koffer hebt. Je hebt ook maps die heel veel koffer bieden. Dus dat is er genoeg. Ik ga met mijn mattie mee. Het regent een beetje, het vies weer. Ik heb een parapluutje mee moeten nemen. Kijken of het niet neergesniped wordt. Oh, we hebben bijna verloren. Dus we moeten nog 50 puntjes, die andere. We are losing. Sniper in de berg. Doet natuurlijk helemaal niks, maar... Oh, dat geluid ook als je het herlaat. Is heerlijk. We have taken objective Duff. Kijk die sniper daar zitten. Ik vind het wel chill dat je een soort van teken krijgt dat er een sniper zit. Door middel van het... weerkaats van het dingetje. Zit, ik moet paard zeker. Ja, dacht ik al. Die voor je. Nou, we hebben verloren. Misschien dat ik die guy nog even kan pakken. Hop. En hij is erbij. Hop, 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 hop. Ik leef nog. Ja, hup, schiet op het herladen. Wie schiet er op mij? Wie? Ah, daar. Ah. Ja, je kan je naam dus niet veranderen op je op PlayStation. Als ik het kon doen, had ik het al lang al gedaan. En deze naam had ik dus toen ik daar nog zat. Kun je nog steeds granaten spammen als je support bent? Weet ik niet. Nog niet geprobeerd. Ik heb nog geen sportclass gekozen. Ik heb alleen nog maar met de medic gespeeld, eerlijk gezegd. Oh, ik zal even je friend request even accepteren. Hup. Friend request, yes. Add. Oké. Nou, je zit erbij hoor. Hoppa, gaan we weer. Nou, even naar mijn score kijken. Zal niet altijd best zijn. Ik ging heel slecht. Nee, waar ben ik? Ik sta er nog ineens bij. Ik sta ergens onderaan. Ik durf eigenlijk nog ineens te kijken. Nou, schiet op. Nou, 26e. 13 keer dood, 4 kills. Daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dus dat is jammer. Volgende potje. Kan wel wat beter. Ja, ze hadden het erover dat, dat in de vorige update je naam zou kunnen veranderen. Maar dat was niet erin gekomen. Dus ik hoop dat ze in de volgende update gaan doen. Dat lijkt mij wel heel fijn. Dan zou ik meteen die naam veranderen. Ik ben er wel heel erg klaar mee. Een soort van tatoeage die op je reet staat of zo. Deze map heb ik nog niet gespeeld. Dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ah, ik had hem gisteren wel gezien in een streampje. Hoppa, hekje kapot. Bam. Ja, je moet hem even open doen, vriend. Doe hem even open. Ja, doe het hekje even open. Of blaas hem eruit. Dat kan ook natuurlijk.
De light tank was in de battle best wel overpowered. Kon je 6 keer schieten en dan kon best wel snel herladen. En je kan hem natuurlijk repairen als je erin zit. Nu kan je nog maar 4 keer schieten en herladen gaat wat trager. Dus hij is wat iets minder OP, maar als je een beetje kan terugtrekken en snel kan repairen, dan kan je er nog best wel veel wat voordeel uithalen. Heb je ruzie met hun? Ik heb geen ruzie met hun. Of bam! Zij waren een beetje boos op mij omdat ik weg was gegaan. Dus gingen ze ruzie met mij maken, maar ik voor de rest heb geen ruzie. Maar ik werk er niet meer, dus ik wil die naam gewoon kwijt. Beetje raar. Beetje stom, vind ik het. I see you. Oh. Zit daar een achter die muur. Hier. Bam. Ja. Tattoo in je nek, ja. Zo is het ook. Op Xbox kan je hem veranderen. Kost je wel een tientje, maar kan wel in ieder geval. En hier helaas nog niet. Hopelijk in de volgende update en dan zal ik dat meteen doen. Hoe storend zijn de battle pickups, flamethrowers gezeten die later die zeppelins of verliespartijen ook krijgen? Nou, dat zijn helemaal niet storend. Ik vind juist van top. Want als je achterloopt kan je bijvoorbeeld die zeppelin of die trein of die boot kan je kiezen. En dan kan je proberen om nog een beetje terug te komen. En vind ik wel tof. Dat is goed voor de balans. Helemaal niet storend. En ook die andere pickups die er zijn, dus die flamethrowers en die anti-tank dingen, zijn er niet zoveel van. Dus de maps zijn vrij groot, er zitten heel veel spelers in, dus die komen ze niet zo vaak tegen. Dus dat is goed. Vlaggetje pak hoor. Oei, wat ziet die game er vet uit jongens. Pop. Waar is het vlaggetje? Oh, daar. Even die punten binnen sprokkelen. Ga je lekker, Affie. Is dit, denk je, de shooter van het jaar? Nou, Call of Duty moet nog uitkomen natuurlijk. Maar het zal tussen die twee gaan. Want wat hebben we nog meer gehad qua shooters dit jaar? Oeh, moet ik even heel goed nadenken. Wat hebben we nog meer gehad qua shooters dit jaar? Het eerste wat ik me nou kan herinneren is Homefront, alleen die was niet zo best. En de andere shooter. Oeh, help me even, ik moet even nadenken. Titanfall komt er nog aan, maar. Gaat het denk ik ook niet redden tegenover Battlefield en Call of Duty. Overwatch is een hele vette game. Ja, kon ik niet naar vergeten. Het is een dikke game. Vet om te spelen. Goed gebalanceerd ook. Ah, oh, nice. Met een rocket gun. Nou, light tank dus. Leuk apparaat. Maar Overwatch is ook een hele vette game, ja. Wel heel anders dan dit natuurlijk. Maar voor mij gaat dit denk ik wel de shooter van het jaar worden. Ik denk de shooter die ik het meest ga spelen. Hoppa. Oh, flikker van het huis af. Ik vind het heerlijk, die met je kop in de modder gevechten die je hebt in Battlefield. Zoals dit, dat er ineens een tank aankomt dat je weg moet rennen. Die onverwachte dingen. Elke game is anders. Hoe moeilijk is het om tanks uit te schakelen? Nee, beter was het een nachtmerrie. Zeker die 5 zitten. Ja, dat is nou wat makkelijker. Je zag dat ik net vrij makkelijk werd uitgeschakeld door een gast met een anti-tank raket ding op zijn schouder. Die had me vrij snel. Dus het is nou wat makkelijker. In de beta was het, waren ze inderdaad flink overpowered. Maar het is nu wat beter. Dus ze hebben de tanks wat kwetsbaarder gemaakt. We have taken objective apples. Ik ga naar hem toe. Wee.
Oh. Ik weet niet waar ze zijn. Papa, hier, granaat. Oh, een maatje staat. Oh, hij is dood. En ik ook dood. Ik ben al jaren kot fan, maar vind de Battle van Infinite Warfare zo vies tegenvallen. Rare robots, ik vind de Space Jam nu mijn kot passen. Modern Warfare Remastered maakt hoop goed. Ja, eens. Ik heb ook de Battle zitten spelen en ik voelde voor mij niet helemaal lekker aan. Ik vond de kot ging natuurlijk elk jaar steeds sneller, sneller, sneller. En ik moest wennen aan het tempo van deze Call of Duty Infinite Warfare. Het deed me niet zo heel veel, de wapens deden me heel weinig. Ik vond het meer een soort van magnetronnen waar je mee aan het sjouwen was dan echt lekkere wapens. En ik vind de remaster, ik heb de singleplayer heb ik zitten spelen, dat vond ik wel heel erg fijn. Dus ik kijk uit naar de multiplayer daarvan, want de multiplayer van Modern Warfare heb ik echt helemaal ziekelijk kapot gespeeld. Maar Battlefield is wel mijn spelletje hoor. Oei oei oei, Battlefield 4 heb ik heel veel gespeeld. Maar Battlefield 1... dat wordt denk ik mijn game voor de komende maanden. Waar zijn ze? Oh, zitten er daar één op het dak? Zitten er twee op het dak? Dit vind ik zo tof. Ja, ik zie je, ik zie je. Waar gaan we vandoor? Oh, achter me zeker. Yep. Jep, jep, jep. Bam, 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 bam. Nou, ik zit te wachten, maar ik hoef helemaal nergens op te wachten. Nou, doe maar iets leuks. Kijk, light tank, hartstikke idee. There we go. Wop. Ik ben zelf niet zo van de vliegtuigen. Vind ik nooit zo leuk, maar tankjes vind ik altijd wel top. Wordt Arno aangevallen? Volgens mij wel. Wop. Ja, probeer even te joinen, flamboyant. Party zit wel vol, volgens mij. Of de squad, bedoel ik. Oh. Modern Warfare Remastered wil ik ook nog wel kopen als die apart verkrijgbaar is. Ja, ik weet dus niet of die wel apart verkrijgbaar wordt. Ik denk dat ze het echt puur gaan gebruiken om Infinite Warfare te gaan pushen. Het ziet er wel echt heel goed uit hoor, die Call of Duty Remastered van Modern Warfare. Oi oi oi. Het is ook echt een hele goede game. Oh, hier is het ook gezellig geweest. Wow. Para. Hij doet natuurlijk precies hetzelfde. Schiet. Bam. Schiet. Mis. Nee, niet eruit. Ik ga even snel herladen, maar... That was kind of stupid. Ik ga verkeerd kant op. Wie had hij nou met tank kill? Nah. Dan pakken we hem maar.
Oh, hello. Fucking mis. Nee, ga weg, ga weg, ga weg. Die voor je. Dit is ook zo vet. Dat gewoon het hele landschap kapot gaat. Als je er flink op aan het knallen bent. Hoppa, en denk je weer heel van de gouden. La 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 la. We have lost objective butter. Nah. Ik zie even niemand. Dus gaan we maar gewoon even voor de vlag. Van de campaign krijg ik al kippenvel, terwijl het iets vaak leuk is voor bijen. Ik ben ook wel benieuwd naar de campaign. Ik heb vanochtend even, of vanmiddag even, nee, vanochtend heb ik heel even gespeeld. Toen was ze, what the fuck? Oh, ik heb daar op gedrukt. Toen was de multiplayer klaar met installeren, ging ik meteen voor de multiplayer. Ja, dus je tanks zijn best wel snel kapot te maken dus. Hij had me best wel snel, met dynamiet dit keer. Vraag me af of deze game op 1080p op de PS4 Pro een stuk beter uit zal gaan zien. Ja, yeah, ik denk dat je het verschil niet echt gaat merken. We have lost objective Charlie. Wauw. Hoe dan? Had ik hem wel geraakt, überhaupt. Ja, wel iets. Halfway there, the enemy has the upper hand. Wow, wat een klote headset is dit. Zit echt voor gemeten trouwens. Doet echt gewoon pijn om mijn hoofd. Ik ga bij hem. Ah, we kunnen in de Zeppelin. Dat is dope. We kunnen in de Zeppelin. Oké, is het dood. Zal vast niet lang duren. Our airship has arrived. De behemoth. Ik had er één. Kan ik misschien in de behemoth? Zal niet vol zit. Waar is die? Waar is die dan? Ah, daar is die. Deploy. Let's go. Ik heb wel het kutse plekje. Oh, lekker rustig hierboven. Waar zijn de vliegtuigen? Hey. We zijn nu gewoon aan het capturen zelfs. Is dat een tegenstander? Nee. Er zijn nog vliegtuigen. We have taken objective apples. Ik zie niemand. Was daar iets? Nou, ook niet. Hallo. Ah, daar. Oh, ik ga er zo hard aan. Ah, gun overgeven. Ik
Doei doei. Ja, die vloog gewoon tegen ons aan. Dus dat iets flappertje. Flappertje. Wow, double rainbow. Vet hoor. Oh, we gaan even La Croix Point jatten. We have taken objective butter. Kan ik dat een beetje onder vuur nemen? Je weet maar nooit. Nee, ik ga eruit. Ik ben er klaar mee. Die komt op, hè? En spring. Wee. Zo, soepel. Smooth as butter. Oh, hello. Die stond ineens vlak voor mijn neus. Ik schrok er helemaal een beetje van. Start gewoon vanuit de Behemoth. Over mij. Die niet. Die voor je. Plat. Enemy plane in sight. Lastig om ze te raken. Kun je wat gameplay laten zien van de operations en eventueel uitleggen wat daar nou precies de bedoeling van is? Zou kunnen, maar ik heb geen idee. En ik was eerlijk gezegd ook nog cheered. Oh, die zit nou wel bij me. Cheered, die Pikachu. Die is nu aan het livestreamen voor de PU. We zitten allebei nu in de Behemoth. Gezelligheid. Cheat ging in de beta ook altijd wel lekker, dus ik ben benieuwd hoe die nu gaat qua scores. Hey, ze hebben die weggehaald. Ik ga eruit. Latje. Hup, met een parachute ballroom in. Vet hoor, kijk nou hoe vet dit eruit ziet. Oh. Die voor je. Hoe het zit is onze buur. We delen een kantoor, dus we zitten vlak bij elkaar. We doen gezellig veel dingen samen. Ik ga je redden. Your engine, I can help! Ga je redden? Hier, prik je kom. Want me to patch your wounds? Ga ik hem nog redden? Nee, dat is te laat. Oh, iemand anders heeft het al gedaan. We have lost objective butter. All objectives lost! Enemies in control! Where is everybody? Paardje. Verwacht dat ze van die kan komen. But you never know. Ook spelen kan de zaterdag zondag pas. Ai, dat is jammer. Loop je meteen al achter.
hier, vang. Wow. Dat was een beste worp met zijn granaatje. Ah, deze headset is echt een drama. Het doet gewoon serieus pijn op mijn hoofd. Zo zit hij wat beter. Even kijken. Gaan we in de Bohemond? Nee, we gaan gewoon daar. Hoppa. Fucking tof uit en dat is het ook, man. Kijk ze aankomen rennen met z'n allen ook. Ik heb niet het beste wapen om ze onder vuur te nemen, maar... Dat is wel echt heel vet gedaan. Vind je nu toe het beste, lekkerste klas en wapen? Ja, ik speel heel veel met de medic. En ik heb nog geen echt wapens vrijgespeeld, dus dit is nog het beginwapen van de medic. En die vind ik op zich wel lekker, omdat je van dichtbij er goed mee kan knallen en van veraf de soort van mee kan snijpen. Maar ik ben zo scheef. Hoppa, kijk hem. Dus het blijft echt maar komen, joh. Oh shit, ik ga er zo hard aan. Ze komen er allemaal heel dichtbij nu. Is die andere guy. Wow, dat was lekker. Ik kreeg een flashback naar jouw review van Battlefield 4 met Dennis. Volgens mij was dat Battlefield 3, toch? Echt wel lang geleden. Maar die was leuk, ja, in Las Vegas. Ik hoor hem nog regelmatig voorbij komen dat mensen het erover hebben. Die mensen vonden het grappiger dan ik, want ik was gewoon heel erg dronken. Nou, even kijken wat mijn score is geweest. Volgens mij niet zo best. Invitation from Pikachu. Oké. Okay. Waar is die dan? Invitation... Join. Hatsa. Is ik nou gejoined of niet? Ik ben hem gejoined, maar ik weet het niet. Het enige wat ik jammer vind van Battlefield is dat je met die game modes niet alleen potjes kan laten omkeren in vergelijking met COD. Nou, dat kan wel hoor. Vooral nu met die toevoeging van de behemoth en dat soort dingen kan je echt wel een potje turnen. Empire's Edge. Ben benieuwd, die heb ik nog niet gespeeld. Ofwel, is dat dat... nee, deze kan ik nog niet. Give me a tank, yes. Tank je. Ik had ook met vliegtuig kunnen gaan, maar ik vind tank vind ik doper. Ik ben meer man van de tank. Oh yeah. Deze map ken ik nog niet. Ik vind het er nu al vet uitzien. Beetje Schotland-achtig. Kijk, dat gras ook, joh. Awesome. Ik ga daar naartoe, ik ga naar het kasteel. Fuck het, ik ga naar het kasteel. Het is een vet kasteel. Ik ga
ga gewoon vlak langs F. Ik kan beter dan de auto. Die wordt toch gecaptured. Dus sowieso goed. Het is nog steeds zo dat je een andere klas bent als je spant in een tank of vliegtuig. Ja, dan ben je dus een tank klas of een airplane klas. Heb je een andere wapen en ben je dus echt een andere klasse. Vind ik ook wel vet. Ik heb nog geen tegenstander gezien. Er zijn wel mensen in. Het menu is wel traag, ja, er zitten fucking veel mensen in. Nou, dan gaan we naar B. Hey, kijk, daar is iemand. Panzer! Wow, artillery truck. Kom hier, artillery truck. Ik heb hier Sanitäter. We have lost objective Charlie. Heavy tank. Uh-oh. Ik doe niet veel damage tegen de heavy tank. Fuck die shit, ik ga er vandoor. We have taken objective Edward. Herladen! Tanken slopen zodat niemand hem weer kan pakken en repairen. Is hier weer met zo'n fuel truck? Hoppa, vehicle disabled. Kijk maar, lekker gaan. Eén shotje, kom op. Misschien zitten jullie nog in de buurt. En spam. Nou, hier dus. Oh shit. We have lost objective. Nee! Fuck, dacht ik hem had. Is er geen join friends functie zoals in de beta? Volgens mij wel. We have taken objective butter. Het ging zo lekker in mijn tankje. Ik ga bij hem. Hoppa. Hij gaat eruit. Daar drüben, feindlicher Speer. Moet er daar nog een? Dat is een feindlicher Sturmsoldat. Nog een.